Is er wat voor regaling bij, mevrouw? Wat zegt u? Is er wat voor regaling bij? Nou, er is zat. Ja? Ik weet niet waar het laten moet allemaal. Nee. Het zijn mooie spulletjes, hoor. Ja, het is niet duur. Nee, ook niet. Nee, hoor. Ja, sommige wel, hoor. Als... Sommigen denken dan op de PC. U gaat lekker grabbelen. Ik ga lekker grabbelen, even een grabbelton. Sommigen denken dat we op de PC hoog staat lopen. Zo duur vragen ze. Soms, dat is niet de bedoeling. Ja, jullie staan er in ieder geval uit. Jawel, jawel, jawel. En wat verkoop je al zo? Nou, allerlei kinderrommeltjes, een beetje kleding. Nou, doen de meesten niet voor een vakantie-extraatje? Nee hoor, dat doe ik eigenlijk normaal nooit, dit. Maar ik werk hier. Het is eigenlijk eigen initiatief van ons, dit op te zetten. En je ruimte zorg erop? Ook dat nog. Dus, en tevens misschien jammer genoeg, één na de laatste keer. Dat is jammer, hè? Wat heb je gekocht? Wat heb je gekocht? Heb je niks gekocht? De goede maat? We gaan zien. Nou, pas het eens. Zou het de goede maat zijn? Ja, ik denk het. Alleen de kleur steekt niet zo af, hè? Wat kost dat ruitje? Nou, voor mijn moeder is het gratis natuurlijk. Oké, dan mag ze vind ik zo. Zo erg ben ik ook weer niet. Oké. Maar normaal gesproken? Normaal gesproken die 50 cent. Ja. Hmm. Dus ik ben redelijk, toch? Nou, zeker weten. Hè? Voor onze prijzen. Zijn we wel eens meer op rommelmarkt? Nee, nooit. Huh? Eerste keer, ja. En waar doe je dit voor? Een vakantiecentrum? Ja, eigenlijk wel. Want ik ga op wereldreizen. Okay. Naar Costa Rica. Dus. Okay. Ja. Daar mag je alleen maar naar kijken. Maar aankomen niet. Wat moet je daarvoor hebben? Dit? Ja. 3 euro. Ik ging laatst naar een modeshow met vrouw Lief van mijn zee. De allerliefste meisjes trokken aan mijn oog voorbij. Maar toen ik al dat snoepgoed van nabij bekeken wou, toen hoorde ik meteen al van mijn vrouw. Wat ik nog gekocht heb? Een olielamp. Die wil je graag willen hebben? Ja, vind ik altijd wel leuk. Okay. Beetje ouderwets, hè? En dat je vroeger... Wat heb je ervoor betaald? 2 euro. Nou, dat is voor niks, hè? Nee, zeker. En dat is onbeschadigd? Ja, dat is blauw. Goed zo. Nou, veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Daar mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Daar mag je alleen... De doek Brigitte Bardot bekijk, dan denk ik, jongen, de natuur die is toch rijk. Nee, dat vind ik niet goed. Nee? Nee hoor. Nou, wat denk je, gaat hem kopen? Nou, voor 1 euro, maar ze moet 2 euro ervoor hebben. 2 euro? Ja. Nou, dan ga je toch afdingen? Ja, heb ik het al gedaan. Heb je het al gedaan? Nee, wat zeg je nou, 1,50 dan? Ja. Hij heeft eerst 5 euro gedaan. Oh, oké. Okay. Vanochtend was het 4 euro. Nou. Dan moet je wachten tot 4 uur. Ja. Oké. Dank u wel. Wat vroeg je nou? Wat zegt u? Wat vroeg je nou? 2 euro. 2 euro. 2 euro. Nou, ik zeg, wacht dan maar tot 4 uur. Ja. Wie weet dat het dan weg wil. Ja.
Hallo, ik doe voor mijn zus. Wie ben jij? Oerkoen, ik doe voor mijn zus. En sta je hier ook dingen te verkopen? Ja. Ja? Wat verkoop jij? Deze. Deze? En hoeveel centjes moet jij daarvoor hebben? 5 euro. 5 euro voor die mooie tas? Ja. Oké. En wat ga je er dan voor doen? Snoep kopen? Nee. Wat dan? Ik ga speelgoed kopen. Speelgoed kopen? Gelijk hier aan de overkant. Ja. Ja? Kort. Is die schoon dan? Ga je de eieren in bakken, Anneke? Ja? Ik heb een bos. Waar is dat voor, Anneke? Voor de pissen. Voor de pissen? Dat is nee, maar dat is lekker. Zo jammer, hij is gevallen tijdens het gebruik. Mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Dan mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Okay, ja.